Ja, een schitterende speler. We moeten dat niet ontkennen dat hij bepalend is. Maar we spelen natuurlijk ook in functie van Boussoufa. We mogen dat niet vergeten. Ook Anderlecht was aan het spelen in functie van Frutos. En je ziet wat er gebeurt als hij na tien minuten uitvalt. Hè. Dus ik denk dat we daar ook een beetje moeten mee opletten. En vroeg of laat zullen we moeten zien dat we niet te afhankelijk worden. Ook de voorzitter beseft het. Mbark Boussoufa wordt ooit te goed voor AA Gent. Geen reactie van het goudhaantje zelf, omdat hij eerst nog wat nageniet bij zijn ouders in Amsterdam. Dan maar naar de kine van zijn club, waar drie van Boussoufa's ploegmakkers het erover eens zijn. Boussoufa is de ongekroonde kleine prins van AA Gent, de Mbaradona van de Buffalo's. Hoe lang blijft hij nog bij AA Gent, denk je? Ja, hij heeft nog een contract van 2 jaar na dit seizoen. Maar ik denk als hij zo blijft spelen dat het heel moeilijk wordt om hem volgend jaar nog in Gent te zien. Zoveel ploegen die achter hem zitten. Ik denk een ploeg als Anderlecht kan hem zeker gebruiken. Zeker als bijvoorbeeld Willemsson zou vertrekken. Maar het is aan hem. Laat hem zijn carrière maar uitstippelen. En laat hij het maar doen op zijn manier en het zal wel goed komen. Ik zie hem liever vertrekken naar het buitenland. Omdat ik ook denk dat finaal zijn niveau niet in België ligt. Ja? Die jongen zoals hij nu aan het ontwikkelen is, is een internationale competitie waard van een hoger niveau dan de Belgische. En we moeten toch... Ik denk dat hij de Engelse competitie aan kan. Ik denk dat hij de Spaanse competitie aan kan. Ik denk dat hij de Nederlandse competitie zo misschien wel nog de dichtstbijzijnde kunnen zijn. Maar dan wel bij een topclub. Maar zoals Anderlecht vandaag is, de ploeg die ze vandaag hebben en zoals ze vandaag spelen, dan is het verschil met Gent bijzonder klein. Mbark Boussoufa zit dit seizoen al aan 16 assists. 6 meer dan paarswit aanvoerder Per Zetterberg, de nummer 2 in die tussenstand. De enige statistiek trouwens die Boussoufa zelf bijhoudt. En toch, sinds zaterdag twijfelt niemand nog dat hij ook kan scoren. Boussoufa is met 8 treffers zelfs topschutter in Gent. Evenveel goals overigens als bijvoorbeeld Javier Portillo bij Club Brugge. Kan je er nog iets van leren van hem, van zijn virtuositeit? Ik heb nog nooit iemand gezien met zo'n techniek, dus op training sta je er ook soms versteld van hoe gemakkelijk het soms gewoon is. Die balaannames zijn altijd perfect. En gewoon door een goede balaanname kan je al veel verschil maken. Ik zelf denk niet dat ik ooit zijn technische behaafdheid ooit zal evenaren. Maar het is natuurlijk leuk om te zien. En je kan er altijd iets van leren van zo'n speler. De ploeg van de terugronde prijkt intussen dus op de 4e plaats op 1 punt van Club Brugge. Volgend seizoen Europees voetbal in de UEFA-beker wordt stilaan een must in Gent. En graag met Boussoufa. Europees voetbal, ik denk... dat we ons daar niet te veel mogen op focussen. We kunnen evengoed op die 5e of 6e plaats terugverzeild geraken. Want nog een aantal moeilijke wedstrijden voor de boeg. Als we daar slecht in presteren, dan kunnen we evengoed 5e of 6e eindigen. Ik wil 3e eindigen. Ja. We willen Europees voetbal. Je komt niet dikwijls in zo'n situatie dat je onverwacht op die plaats terechtkomt. Op 1 punt nota bene. Van de 3e plaats en wetende dat Club Brugge vandaag toch een beetje in een dal zit, daar moet ik toch wel gebruik van maken.